يهدي برجاهيدة الله. Zo. De Indische mensen denken aan slecht, aan geesten, aan spoken, aan vervelende dingen. En de Christus is zo heilig. En die heeft daar niets mee te maken. Zie ik al aan de wier ook dat hij hem omhelst. Bismillahirrahmanirrahim. Kabul omanjing ono in gusti. Berkat laila haidela. Penyakitane japan bayani aku. Kulo cala kekuantane sampian. Pen melepu di banyu iki. Pengen menala. In dit geval heb ik dus gevraagd om te voorkomen dat ik ziek word. En omdat ik een theateroptreden heb geleden nu, maar nog 2,5 uur rijden, heb ik gevraagd om kracht. Okay. En aan de lip gezet, opdrinken. Blijf even staan, Ben. Als ik eerlijk mag zijn. Je kwam voor je geluk. Ja. Maar je hebt last van je? Van mijn darmen en mijn maag. Ja. Blijf nog even staan. Nou, je hebt niet zo geweldig nieuws. Je oren is ook grijs en scheef. Maar goed, nu weet ik genoeg. Krijg je stroom? Ja. Ik vind het niet erg. Borona Nungal. Oké. Even kijken. Zo. Oké, Wenner. Ik wil even het vocht weghalen. Hey. Oké. Okay. Je hebt geen natte handen, gewoonlijk? Nee. Heel even maar. Heel even. Half minuutje nog. Dat is een kosmisch ei, oftewel een lingam. Dat heeft de eigenschappen om, zeg maar, het vocht wat hem een beetje zwak maakt in zich, weet je. En zo, dus denk ik genoeg. Film maar. Hij heeft droge handen, voel maar. Maar film dit maar. Het is hartstikke nat. Ik heb ooit eens een tol gehad die geluid gaf. Weet je wel, een tol. Dan druk je hem zo. En in dit geval spelen die carioca, die tol. En toen dat stuk was, daar ging ik altijd mee. Ik weet niet waarom. Dus dat ik, toen vanaf dat ik op een pool kon zitten, deed ik dat eerst aan. En dan deed ik mijn behoefte. En dat ding was stuk. En ik kreeg een groot probleem. Ik kon niet meer... Dus ja, tollen kopen, ik andere tol, ander deuntje. Toen van Amsterdam, helpt niet. Carioca zoeken. En nou, op een gegeven moment laxeren. Wat ik met muziek heb, ja, dat.